Ik ben hier samen met Blondie. Ik ben er alvast heel mooi aan het poetsen. Want we zijn aan het wachten op Suus. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja? Ja, prima, meid. Helemaal goed. Hoe is het met rijden? Hoe gaat het met jullie? Met rijden gaat hartstikke goed. We gaan steeds meer vooruit met het rijden en ook met de oefeningen. Dus daar zijn we heel erg voor mee bezig. Oké, en welke specifieke oefeningen? Ze begon wat meer gespierd te worden in haar onderhals. Waardoor we meer in de bovenhals nu bezig zijn. Waardoor dat we gaan hals laten strekken. Ja. En dat we daardoor ook de bovenkant van de spieren ook meer trainen dat het gelijk wordt. Ja. En we zijn ook een beetje bezig met wijken en overgangjes van draf naar galop en galop naar draf. Omdat ze die best lastig vindt. En dan de lengte pakken waarschijnlijk. Ja. Ja, precies. Heel goed. Nou, zoals je gewend bent, Tess, ik ga weer palperen. Ik ga voelen. En mijn oog doet ook al heel wat. Ik vind in het eerste zicht wat ik zie heel erg goed. Ze is natuurlijk ook wel, ze wordt ook steeds wel wat ouder en wat volwassener. Ze wordt echt wel meer paard nu. Er zit veel meer body op. Hè? Het grappige is, jullie zien er natuurlijk elke dag. En ik zie er met van die tussenposes. Ja. En soms zie je ook wel eens dat een paard door groei en belasting eventjes een terugval hebt. Dat hebben we met haar ook een keertje gehad. Ja. En eigenlijk wat je nu ziet, ook aan ontwikkeling en aan vulling van de rug en van de, hier op de billen en de hals ook. En ook de spanning, de tonus, de spiertonus. Die was vorige keer was die ook te hoog. Mm-hmm. En nu zit die echt heel netjes, heel mooi in de aanspanning. Is dat een goed teken? Is een heel goed teken, ja. Ja, ja. En dat ze vorige keer was ze natuurlijk iets wat meer strakker in haar lichaam. Ja. En dat heeft ook alles te maken met, ook met groei, hè? Want ze was toen ook heel erg aan het veranderen. En dan kan dat ook niet allemaal tegelijk in ontspanning gaan. En dat hebben kinderen natuurlijk ook die aan het groeien zijn. Die krijgen ook last van de gewrichten en de spieren. Dit doet ze nu ook beter, reflex, lumbaal. Ik kom zelfs even kijken. Hi meisje. Even jukken, ja? Kijk eens hoe lenig. Goed hoor, hartstikke goed kind. Doe deze ook nog even. Nou, doen we ook nog even aan de andere kant. Hé hey, meisje. Ja. En ik mag ook meer nu, hè? Ja. Je merkt dat ze veel meer toestaat. Links en rechts een beetje verschil. Ja, links is makkelijker dan rechts. Ja, ik merk het. Goed zo. Mensen vragen zich eigenlijk altijd af van Suus, wat ben je er allemaal aan het doen en waarom doe je dan zoveel? En de meeste mensen die komen voor de zadels, die doen niet zoveel. En ik check ook heel erg op de mobiliteit. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, dat ik weet gewoon wat ik onder mijn vingers heb. En ook wat ik weet wat de voortgang is van een paard. Want soms kom je bij een paard waarbij de voortgang eigenlijk achteruitgang is. En soms kom je bij een paard wat net zoals nu met Blondie, die er gewoon echt heel goed voor staat. Ja. Als op dat moment de palpatie en de mobiliteitscheck laat zien dat het eigenlijk dat er wat achteruitgang is, dan moet een eigenaar dat ook weten. Want dan kan de eigenaar kijken naar de training of naar de voeding of naar met de fysio kijken van wat is er dan nodig, wat is er aan de hand, moet ze weer even nagekeken worden, moet ze weer even behandeld worden door de fysio of door de osteopaat. Oh, maar meisje. Ja, dat dacht ik al deze. Goedje. Ja, kom maar kijken. En dat is juist mooi. En dat is weer dat hele management om je paard heen, hè? Nou, perfect. Dan gaan we naar je zadels kijken. Even kijken, we gaan beginnen met je dressuur. Ja. Oh, wat is hij mooi, hè? Hij staat ook op de website, hè, jongens? En in het boekje staat jouw springzadel. Oeh. Ja, heb je dat niet gezien? Nee, nog niet. Oh, nou, we hebben, van Sira heeft een boek. En in dat boek staat jouw versie van jouw zadel, die staat daarin. Wat cool. Ik neem dat boek mee volgende keer. Ja, dat is hij ligt nou niet in de bus, maar hij ligt in de winkel, heb ik hem wel liggen. En thuis. Maar in de bus, volgens mij, nee, want ik heb natuurlijk een andere bus nu. Dus in die oude bus lag hij wel. En een beetje naar rechts of niet? Ja. Ja, is goed. Gaan we even fixen voor je. En een beetje, ik denk dat hij een beetje uit balans ligt, als ik het zo zie. Hé, meisje. Heb ze toch goed gevoeld? Ja, heb ze goed gevoeld. Zeker weten, ja. Hé, hey, kind. Hi. Mag ik even je zadel opleggen? Hé, hey? Komt ie hoor. Goed zo, vriendin. Nou ja, wat je ziet in de vulling aan de onderkant is dat hij wat naar rechts helt. En qua zitting zie je dat hij iets te ver naar voren ligt. Dus hij ligt inderdaad een beetje overdreven gezien voor het oog. Zo. En je denkt misschien als hij zo legt, nou ik zie het eigenlijk niet. Maar ja, dat is dan weer ons werk. Wij zien het dus wel. Dus de ruiter zit iets te ver naar voren.
Dus we gaan hem iets meer in balans. Het is maar niet heel hoor. Het is maar dit kleine beetje. Maar dat zorgt ervoor dat hij straks weer mooi in balans ligt. Dus dat gaan we even fixen. Neem hem mee naar de bus en dan gaan we hem aanpassen. Wat we dan gaan doen, is dat we hem weer symmetrisch gaan maken, links en rechts. Dus we maken hem links en rechts weer gelijk. Ook al is hij wat naar rechts gebogen, dat wil niet zeggen dat we alleen rechts aanpassen. Uiteindelijk moet je altijd links en rechts aan elkaar gelijk maken. Want ook al is die voor je oog, voor het oog alleen rechts ingezakt, links doet hij dan ook veel, want aan de linkerkant zit dan meer druk. Omdat er meer druk op rechts zit, andersom voor de kijker, dan komt er ook meer druk op links, omdat hij dan tegen de schoft aan drukt. Dus beide kanten moet je gelijk brengen, zodat hij weer mooi gelijk op de rug ligt. Zo, welkom. Hey meisje, de tafel even aangepast. Oh my god. Nou, we de ruiter weer in het midden zitten. De balans van de kussens weer links en rechts. Nou kan Tess weer verder ermee met Blondie. En dan gaan we nu de springzadel nakijken. Het volgende pareltje. Die is wel minder naar voren gebogen dan de dressuurzadel. Ja, springzadels doen dat ook minder omdat ze minder panel hebben over het algemeen. Dus die hebben eigenlijk minder voering om sneller... Je zit al dichter bij je paard, laat maar zeggen. Daar zijn ze ook op ontworpen. Dus je zal het altijd met je dressuurzadel sneller in de gaten hebben. Maar ook hier zie ik rechts aardig een kuiltje. Dus die gaan we ook eventjes netjes recht maken. Links en rechts. De boombreedte is ook nog goed. Dus dat gaat prima. Nou, wat we met dit zadel gaan doen is, we gaan hem ook weer wat iets beter in balans leggen. En links en rechts. Dus eigenlijk, de check die we nu doen, is gewoon de halfjaarlijkse upgrade van de panels. We gaan hem gewoon weer hartstikke mooi recht maken. En daarna kan Tess weer vlammen. Ja. Nou, ook dit zadel gaan we weer mooi symmetrisch maken, links en rechts. En wat ook wel mooi om te vertellen is dat Passier ook zijn eigen vulling heeft. Deze synthetische wol, zeer veerkrachtig, erg zacht ook. En ook schokdempend voor de paardenrug. En daar wordt ook allemaal over nagedacht en studie naar gedaan, bij Passier zelf. Alles voor de paardenrug. Duitse degelijkheid. Duitse degelijkheid, zeker weten. Daar komt je zadeltje weer. Oh, meisje. Ze denkt, wat is dat allemaal vandaag? Altijd ook even checken of de boom lekker om het schokje heen ligt. Dat hij niet drukt, dat hij niet knijpt. Ja, dat is mooi. Nou, die kunnen we straks met springles gaan testen. Tess? Ja. Allemaal teentjes. Ja, mooi. Perfect. Hij ligt nou alweer mooi stabiel. Ja, hij sluit hier ook alweer beter aan. Nou, steeds weer heel erg bedankt voor de zadels. Graag gedaan, meis. En dan... Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, ja. Alsjeblieft. Dankjewel.